Dames en heren, welkom hier zo live vanuit Sportcomplex van VV Alkmaar. Ik ga eens even een beetje rondkijken. Nou, de tribunes zijn al aardig goed gevuld hier zo. Hier bij VVF Live, oftewel bij vrouwen voetbalfans moet ik zeggen. Mijn naam is René Tepas, van harte welkom. We staan op zo'n 10 minuten voor de aftrap van de wedstrijd. Ja, voorafgaand aan de wedstrijd, PSV staat met 1 punt voor op Alkmaar. Het gaat een hele spannende wedstrijd worden. Wint Alkmaar, dan gaan ze de derde plaats gaan ze hier zo overnemen. Het weer is hier goed, een beetje mistig. En daar komen ze het veld op. Allereerst de scheidsrechter en daar komen de speelsters. VV Alkmaar tegen PSV Vrouwen. Welkom dus bij VVF Live. Mijn naam is René Tepas. En we maken ons op voor de wedstrijd VV Alkmaar tegen PSV Vrouwen in de Eredivisie voor Vrouwen. En de aftrap van de wedstrijd. Het begint aardig mistig te worden, moet ik zeggen. Het is best lastig om de overkant van het veld al te zien. Wel een bijzondere wedstrijd weer vooraf. Ik hoop dat de mist een klein beetje op gaat trekken. Want dat maakt voor het commentaar wie op wie speelt best lastig. Kwaal met de bal, de keepster van VV Alkmaar. De scheidsrechter is eventjes aan het overleggen, kijken of ze kunnen zien. Nou, vlak voor dat de wedstrijd begon een beetje mistig geworden hier. En Alkmaar heeft nu de bal. Aan de rechterkant van het veld wordt uitgetrapt door PSV. De bal komt op het middenveld. Ik moet me excuseren als ik niet iedereen kan noemen, want het is zeer slecht te zien door de mist. PSV heeft nu de bal. Hij gaat richting het strafschopgebied vanuit de linkerkant. Scheeft het voor het strafschopgebied en gaat langs de goal van Kouai. Dat betekent een doeltrap voor de keepster van de VV Alkmaar. En ze trapt uit richting het middenveld. Bal weggetikt door Katja Snoeys richting Kasperij. Die tikt uit. Simone Kets die tikt uit. Inworp van Alkmaar. Op Simone Kets. Terug vanuit het midden van het mooie bal was dat van Amy Visser op Katja Snoeys. Die Snoeys die kwam van de linkerkant opzetten, maar de bal ging iets te hard aan haar voorbij. Dus een doeltrap voor Christ van PSV, de doelvrouw. Schiet het naar de linkerkant, wat niet te zien is vanwege de mist. PSV heeft de bal. Schopt hem terug naar Christ. Maar Christ kan geen lange bal geven vanwege de dichte mist hier zo. Bal opgepikt door PSV aan de linkerkant. Probeert voorbij speelster van Alkmaar te komen. Tegengehouden opnieuw heeft PSV nu de bal. Komt terecht bij speelster van PSV in het strafschopgebied. Ergens in een waas van mist begeven de speelster zich nu. De scheidsrechter die blaast even, maar die heeft toch even overlegd zo te zien met de assistent scheidsrechter. Want het is even de vraag van of nog een beetje te spelen is zo. Nee, de scheidsrechter staakt de wedstrijd. De scheidsrechter staakt de wedstrijd vanwege de mist. Is even overleg hoe of wat. Maar de scheidsrechter staakt dus de wedstrijd. Nou, ik heb nog niet eerder meegemaakt. Ik heb eigenlijk al becommentarieerd. Dus de speelsters gaan weer terug naar binnen. Hopelijk dat straks de mist een beetje zal op gaan trekken. Want het heeft geen zin. De grensscheidsrechter kan namelijk de overkant niet zien. En dat is heel lastig om te beoordelen of het spel kan spelen. Want er is hoog overleg nu tussen Alkmaar en PSV. Managers van PSV en Alkmaar die hebben even overleg met elkaar. Ook de beide coaches. En als ik dat zo'n beetje zie dan... Ik weet alleen even niet of het dan voorlopig gestaakt is of wat dan ook. Inmiddels wordt omgeroepen dat de wedstrijd definitief gestaakt wordt. Definitief afgelast. Geen VVV Alkmaar tegen PSV Vrouwen. De wedstrijd wordt opnieuw bepaald. Moet in zich heel worden bespeeld. Dus pech na 5 minuten tijd. Dichte mist. Dus dat betekent dat we op andere momenten.
Dit was het dan live, VVF live. 5 minuten wedstrijd gehad. We gaan snel een ander keertje door. Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende keer. En om Katja Snoeys een hart onder de riem te steken van de vorige keer, heb ik een cadeautje namens de luisteraars gegeven. Want ik kreeg daar veel reacties op. En dat cadeautje betrof een leuke toeter waar ze mee de boel kon opvrolijken en optoeteren, zou ik maar zeggen. En dat ging ik na afloop van de gestaakte wedstrijd aan haar overhandigen. Goed, ik sta hier met Katja Snoeys. 5 minuten wedstrijd was dat, hè Katja? Ja. Oh. Het is echt zo'n avond met gebreken. Kom even bij je staan. Ja. Ja, het was korte duren, deze wedstrijd tot nu toe. Ik kan je natuurlijk vragen, hoe was de wedstrijd en dat soort dingen, maar dat heeft weinig zin. Ja, heeft weinig zin. Het hield snel op, zeg maar. Ja, op een gegeven moment was het gewoon niet meer te doen. Zoals nu ook, je ziet de doels niet meer, ja. Ja. Dan heeft het ook geen zin meer. Ik heb de vorige keer na afloop van de wedstrijd tussen VV Alkmaar en Heerenveen een toch wel een bijzonder interview met jou. Ook, je was ook ja, emotioneel ook heel erg... Balen was het gewoon voor je? Ja, klopt. Ja. Ik was erg teleurgesteld en dat kwam wel terug in dat interview, ja. En een aantal luisteraars hebben dat opgepikt en die hebben gevraagd aan mij... Goh, René, zou je iets aan de willen geven? Want om een beetje op te vrolijken. Ik heb iets voor je meegenomen van de luisteraars van ons. Wat lief. Wat lief. Ik ga het meteen uitpakken. Kijken wat het is. Dus ik pak nu een cadeautje uit wat ik gegeven heb voor de luisteraars. Aan Katja Snoeys, de aanvoerster van VV Alkmaar. Ja. Als je op het veld staat en ze horen je niet om aan te moedigen, kun je ze allemaal nog toeteren. Precies, hoppakee. Ja, dat is een ludiek cadeautje. Ja, zeker. Zeker. Dan ga je hopelijk een beetje vrolijker van worden. Ja, nou ik moet zeggen, we begonnen denk ik gewoon aardig... Aan de wedstrijd, met goed gevoel, niet goede voorbereiding, want het weer was deze hele week nou niet echt goed. Maar we hadden gewoon een plan en we stonden er en we waren er klaar voor. Dus het is wel ja, jammer, want je hebt iets en had iets recht te zetten. En dat moeten we nu alsnog gaan doen, alleen wat later. In iets betere weersomstandigheden. Ja. Tot slot, hoe kijk je terug? Want het lopen langzaam aan lichte feestdagen. Wat ga je doen meestal met de feestdagen? Vooral met familie, met mijn gezin, lekker eten, bij elkaar zijn en vooral ook uitrusten, even een paar dagen, een paar weken weg van voetbal, even het lichaam rust gunnen en dus vooral met de mensen om me heen tijd spenderen. Ik heb altijd het minuutje van en dan is het minuutje van Katja Snoeys en dan mag je iets aan de luisteraars vertellen wat niet over voetbal gaat, bijvoorbeeld over een boek of over je huisdier. Nou ja, ik ben, wat is het? Ik denk nu 1,5 week geleden op mezelf gaan wonen. In Amsterdam, Osdorp. Dus ja, dat is wel wennen. En heel erg leuk. Maar ja, dat speelt dus nu een beetje in mijn leven. Mijn eigen weg vinden, in mijn eigen huisje. Gaaf hé, dat is een hele nieuwe stap voor je. Ja, zeker ja. En het is een mooie stap. Nou ja, ik ga straks ook weer lekker naar mijn eigen plekje toe. Zijn de kerstdagen nu extra fijn dat ik toch weer lekker met mijn ouders kan zijn. En met mijn zussen. Ja. Dus ja, dat speelt nu in mijn leven. Dus dan ga je shoppen, kijken hoe je woning moet inrichten, of is dat helemaal ingericht? Nee, nog niet helemaal. Nee, daar ga ik de kerstvakantie zeker voor gebruiken. Ik heb nog een eettafel nodig. Dus dat kan je dan mooi in die vrije tijd doen, inderdaad. Hartstikke bedankt. Als de wedstrijd weer ingehaald wordt en het lukt allemaal, dan zien we wel verschijnen. En succes, hè? Dankjewel. Fijne feestdagen. Ja, jij ook.